Dit is het verkeersverhaal van woensdag 24 september. We beginnen met werkzaamheden in Delft. De riolering op de Balthasar van de Polweg die wordt vervangen. Tot en met vrijdag wordt er gewerkt aan het riool. En de straat is dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer kan omrijden via de omliggende wegen. Nou, we blijven nog even in Delft, want ook op het Componistenpad in Delft daar wordt gewerkt. De brug bij de pijpering die wordt vervangen. Er is een omleiding voor al het verkeer. Er kan in beide richtingen omgereden worden via de pijpering, de Buitenhofdreef en de Diepenbrokstraat. En op de Medestokelaan in Den Haag daar wordt onderhoud gepleegd aan verschillende tramhaltes. Tot het eind van het jaar worden de haltes in het deel tussen de Lozer Laan en de Loevenstein aangepakt. Voor de trampassagiers komen tijdelijke haltes. Autoverkeer kan met aangepaste snelheid van 30 km per uur langs dat werk rijden. Fietsers richting de Lozer Laan worden over het voetpad omgeleid. En dan is het weer tijd voor het spelletje. Raad de straat met vandaag alweer de tweede aanwijzing. En u weet het, de cameraman die rijdt dit keer. Ja, waar is dit? Ja, toch duidelijk kassen, mooie landweg. Ze zijn daar ook aan het werk. Misschien is dat een aanwijzing. Als u het weet, ga naar de site, mail het antwoord en maak kans op leuke prijzen. Dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag.